Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Daardo. Welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben net thuis gekomen en holy moly, het is al weekend. Het is woensdag op dit moment, maar het is gewoon al weekend. Echt geweldig. Is het kerstman geweest of wat? Sinterklaas? 1, 2, 3. Oké, wacht. Wat is dat? Dit weet ik niet. Het is van de post. En wel voor dat mijn shake. Dat is mijn shake besteld. Ik heb eten besteld. Dat heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. Cooler Master, ja. Holy moly. Doe het toch normaal. Gewoon een stoel opgestuurd. En ik zei het nog op een stream dat mijn stoel dat ik erdoor zat. Hier staat hij gewoon. Ik ga me eerst omkleden. Dan gaan we eens toen elkaar steken. Oké, ik heb het anders gedaan. We zijn al de volgende dag eigenlijk. Ik ben net gaan fitnessen. En we gaan nu de stoel uitpakken. Maar ik ga er zo een vlog van maken als gewoon livestreamen. Dus jullie zien nu hier, op dit moment, zijn we hier live. Ja, we zijn live. Op dit geweldige mooie cameraatje gaan wij deze mooie, even focussen, jawel, stoel uitpakken. Ik ben er klaar voor, ik hoop jullie ook. En dit is al klaar voor, jawel, morgen. Want het is vandaag donderdag en morgen is het vrijdag. En dan spelen de Belgen, jongens en meisjes. Ik heb er super veel zin in. Maar nu gaan we de stoel uitpakken. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Hoe lang zal ik erover doen? Laat weten in de reacties voordat je... Volgende net gezien, stop, pauze nu en laat weten in de reacties hoe lang ik zou doen over die mooie stoel in elkaar te steken. Ja, oké, voilà. Bij deze, de pauze is om. Ik zal hem maar aan beginnen, hè. Ik hoop dat niemand teleurstel. Ik gok een half uur, een half uur, een half uur. Hours later. En daardoor zou het daardoor niet zijn als ze was vergeten vloggen terwijl de stoel in elkaar stak. Ik kan u zeggen dat we nu al 2 uur later zijn. Dat de chat, als je in de vlog wilt komen, chat moet nu iets zeggen, hè? Ja, kijk, voilà. Even filmen. 2 hours later. Duurt te lang. Hopla. Fucking hellboy. Dus 2 uur heeft iets geduurd. De stoel staat nog niet in elkaar. Maar ja, wel bijna. Ik moet nog 2 dingen doen. Ik moet enkel dat stuk daarop zetten en dan zijn we ready. En alles wat daar ligt, moet daarin. Oké, we gaan hem erop zetten, hè. Volgens mij is hem nu klaar voor gebruik. Ik ga hem testen. Hey. Ja. Dus, ik moet iets vertellen. De stoel duurde 2 uur. 2 uur heb ik gedaan om de stoel te maken. Maar mijn liefde, hè. Het staat goed in elkaar. Het enige wat we nog wel moeten overlopen zijn... de R1 Kleberstoel Special Edition Rules. Er zijn dus regels aan verbonden aan de stoel. De eerste regel van vandaag... Niet springen op de stoel. Nee. Ik sta wel op mijn stoel. Oh, ja. Nog niet springen. Gevaarlijk. Want daar staan regenspilletjes onder, hè. Ik zal het even laten zien. Als je hier op springt, dan een probleem, hè. Oh. Oké, de tweede regel. Je mag niet poepen op de stoel. Of, ik weet niet wat het is. Dus op de hoek gaan zitten, dat mag niet. Dat is verboden. Verboden. Mag niet. Ten alle tijde niet. Je mag ook niet poepen op de stoel. Dat is het 3. Ja, dat mag ook niet. Niet poepen op de stoel. Ik ben altijd een persoon geweest. Als ik iets niet mag, dan doe ik het toch. Met 2 daar gaan opzitten. Ja, kom, we moeten iets doen. Kom. We moeten met 2 op de stoel zitten. Dat mag niet. Kijk. Je zit er een 2 stoel, hé! Hey. Kom eens, Kleber, ik heb je terug nodig. Maar eerst kaka.
Los op de grond, goed. Flink, flink, ja. Flink op de grond gekakt. Goed voor. Ja, kom. Kom hier. Ja, kom. Kom hier. Kijk, we zitten met twee op een stoel. Dat mag niet. We doen het wel, hè. Je mocht ook niet op de leuning gaan zitten. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Mag niet, mag niet. Je mocht ook niet gaan zonnen op de stoel. Hij wordt niet bruin. Hij blijft gewoon paars met zwart. En we mogen niet in de zon staan. Dat is te moeilijk. Dat moet wel mogen. De zon schijnt vandaag niet. Je mocht ook niet racen met de stoel. Uit de bocht gaan. Dat mag ook niet. Je mocht dus niet scherpe bochten pakken met de stoel. Niet. Ten andere tijde geen drift doen met de racestoel. Belangrijk, belangrijk. Ja, dit tekentje vind ik moeilijk. Daar moeten jullie mee helpen, laat weten in de reacties, maar dit snap ik zelf niet zo goed. Dit. Volgens mij mag het niet bliksemen op de stoel. Dat mag ook niet. Niet bliksemen. En dan, last but not least, de middelste hier beneden, ja, deze. De I van informatie, dus als je vragen hebt, moet je wenden tot Cooler Master zelf. En niet aan de stoel vragen, de stoel kan niet antwoorden, dat is een regel. De stoel mag niet praten, hè. Een regel, niet praten. Een rechtsvraag. Hallo stoel. Hoe gaat het met jou? Antwoord niet, hè? Dat werkt dus ook niet. En een jaar garantie! Woehoe! Is in orde, Calipo. Beste mensen van het schoolleven. De stoel van Cooler Master is volledig getest. Volledig getest. Alles op en aan. Calipo is klaar om er lekker op te schijten. Dan kan ik het afkuisen, want het is een lederen stoel. Ja, een lederen stoel. Dus ik kan alles perfect gewoon afkuisen, hè. Geweldig, hè. Ja, leuk, hè. Oh ja, joepie. Jij gaat niet op de stoel, hè. Niet. De maandtijd niet op de stoel. Voilà. Bij deze. Vinden we Calipo mooi, hè. Mooi, hè. Jeehee. Ja. Ah ja, een garantie op deze geweldige stoel. Special Edition 1. Kijk eens aan. Prachtig, prachtig, prachtig. Cooler Master, dikke merci voor de stoel op te sturen. En het is trouwens ook een stoel in mijn thema, maar laat ik even gewoon mijn stoel helemaal in elkaar steken voor ik hem laat zien. En dan gaan we hem weer mooi presenteren met een leuk muziekje. Kan ik erop liggen zonder te vallen? Ik ben hier aan het voelen en aan het streamen tegelijk. Het is... Dat is eng. Het is maar even aan het... Ja, ja, het lukt. Het lukt. Gelukt, gelukt, ja, het is... Oh my, zeg. Hey, wat kun je nu zo recht krijgen? Wacht, ik moet even fake gaan liggen. En dan... Hey, mannetjes. Ten derde een stoel, jongen. Wat vind je ervan, chat? Ik vind hem chic. Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. Dus dikke merci, Cooler Master. Dikke shout-out naar jullie, echt waar. Dikke shout-out naar jullie, bedankt voor de stoel. Jongens en meisjes, we hebben nog een leuke muismat gekregen van Cooler Master. Kijk eens aan. Een muismat in de kleuren van mijn limited edition, of toch wel special edition beter, stoel. Hoe kun je dat winnen? Jullie kunnen die muismat eigenlijk gewoon simpelweg winnen. Door deze video op YouTube, door deze video op uw verhaal op Instagram eventjes te delen en een hele leuke reactie onderaan de video te plaatsen waarom dat deze muismat naar jou thuis opgestuurd moet worden. Voilà, bij deze. Dan wens ik jullie nog een hele fijne dag toe. Bedankt voor het kijken naar deze video. Nogmaals, dikke merci voor de Stoel Cooler Master. Super hartelijk bedankt. Ik ga ervan genieten. Echt waar. Bedankt. Nogmaals. En dan zie ik jullie bij mijn volgende vlog opnieuw. Volgende week zaterdag om 4 uur. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Laat weten in de reacties wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie volgende week opnieuw. Zoals ik altijd zeg, flex die biceps. En joejoe! Voilà, dat was de vlog.